Een drukte van je welste. Want de meest besproken groep is in aantocht voor de nodige interviews. En die zetten blijkbaar een hele persmeute in beweging. Ik denk dat er nog iemand achter ons loopt. Nee, niemand. Ja, waarom moeten de mensen van Rock Werchter naar Milk Inkomen kijken en niet naar Metallica? Om het laatste keer echt volledig uit gedachten. Ja. Voilà. Had ik zelf ook ooit verwacht dat ik mocht doen? Nooit. We worden geleefd. In hoeverre is dat een droom voor u? Oh, ik denk dat Werchter voor elke muzikant in Vlaanderen wel een droom is. En ook het VTM-nieuws heeft nog wat vragen voor Reggie en Linda. Gaan jullie dan de setlist, de playlist aanpassen een beetje voor Rock Werchter? Nee. Wij passen. Wij blijven trouw aan onszelf. Ja, Oké, maar dan wens ik jullie enorm veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. En kom zien. Hè. En van een televisie-interview is Gerrit naar de radio, waar zowaar Stubru graag een interview had gewild. Ja, dat is met elkaar. Houd hem elkaar, hoor, dat gaat weer. Ik ben de Michel. Michel. Ze was dan met elkaar zo goed, op die affiche. Dat is 1 miljoen mensen. Ik vind toch dat wij ook al zo veel. Misschien nog 3 over. 1 miljoen. En wat is de rest van dat geld? Zeg Linda, je was blijkbaar niet tevreden met hoe groot jullie naam op de affiche stond. Nee, hij heeft dat gezegd. Wat was het nu? Jij deze dat je zei, Metallica die staan er zo groot op. Hebben jullie al eens kunnen rondlopen? Het is wel indrukwekkend, ja. Klein beetje. Ja, ik ben gaan kijken hoe het lekker is. Carson Chiefs, die zijn aan het spelen op dit moment. Is dat iets fout voor jullie? Ja. Ik vind het wel eens een verdienste maken. Oh, natuurlijk. En deze nummer dat nu bezig is, dat vind ik persoonlijk wel goed, ja. Dat is nagedacht over wat je zal dragen straks. Ja, nagedacht, ja. Ik heb het bij, hè. Ja, maar je hebt het nu niet aan. Nee, ik heb het nu nog niet aan. Het is glamour glitter? Ja, glamour met een beetje rock. Cool. Ik word heel erg benieuwd. Mag ik jou misschien voorstellen? We hebben hier zo'n lijfeken van Studio Brussel. Dat zijn van die leuke dingen. Misschien moet je dat eens proberen aan te doen straks op het podium. Ik zal het nadien aandoen. Ja? Als ik begin met die liters. Ja, dat is goed. Dat wordt een goeie. Milk Inc. op Rock Werchter. Dik feest. Linda en Reggie, sorry. Dankjewel. Ryan Molko van Placebo. Als ik een vrouw was en hij was een man, ik zou niet aarzelen. In elk geval intense muziek. En ook intens is dit live moment, want we hebben hier bij ons de fauteuil Linda en Reggie van Milk Inc. Welkom. Hallo. Ja, we zijn vereerd. We zijn ook verwonderd dat jullie hier zitten, want over een uur gaan jullie de tent op zijn kop zetten. Moet jullie nu niet aan het mediteren zijn of zoiets? Ja. Ik heb mijn meditatieoefening al gedaan. Dus je bent helemaal klaar voor. Eigenlijk wel. Ja. Het wordt ook een beetje tijd, want eerlijk gezegd, we willen gewoon op het podium staan. We hebben zoveel interviews moeten doen en zoveel heisa rond heel dat Werchter. Dat we eigenlijk, wij willen gewoon optreden. Vanavond is ook niet meer belangrijk. Hè. De mensen die het stom vinden dat jullie daar in de tent staan, die gaan niet in de tent staan. Voilà, dat zien. Dan stuur ik jullie nu op weg. Ja, hoe het komt. Goed. Nice. Spannend. Beneden worden de hoofdelementen. En hoe voelen jullie nu? En na een korte rit dumpt hij hen daar voor een optreden dat nu al de geschiedenisboeken van Werchter ingaat. Allee. Gaat dat mij op een gentje. Kijk, je had mini sportpaleis. Als video al dingetjes, al een droom. Dat echt, hè? Als we komen, komen we te goed, hè? Na weken van vervelende vragen zijn Reggie en Linda helemaal klaar om de pers en critici eindelijk lik op stuk te geven met een spetterend optreden. Snowblade.
blijkt dat Milk Inc. op Werchter een volwaardige afsluiter is. Want de volgepakte Marky gaat helemaal uit zijn dak. Zinnig optreden staan zelfs de VIP's klaar om de sterren van de avond te feliciteren.